Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denniske. En vandaag hebben jullie weer een nieuwe episode van Facecam Vrijdag. En zo meteen gaan we spelen op Frost Domination. Zoals jullie weten, Frost is in de Netherlands, of in Nederland dus. En als eerste wil ik jullie even allemaal bedanken voor de support die ik de laatste tijd van jullie krijg. Bijvoorbeeld de laatste twee video's vroeg ik van, hey jongens, kan ik 500 views krijgen bijvoorbeeld, of 500 likes. En ik heb er dus volgens mij nou bijna 900 likes op. En ik vind het gewoon enorm vet om te zien dat als ik jullie iets vraag, dat jullie het ook sowieso willen doen voor mij. En dat stel ik zeer op prijs. En dat wou ik sowieso even gezegd hebben. En ik denk, doe het ook gelijk in een facecam video. Zodat jullie wel weten dat het echt gemeend is, zeg maar. Dat ik niet zomaar een beetje in de microfoon zat te praten. Maar echt, ja. Dat je me gewoon een beetje kan zien. En dat je gewoon weet dat ik het meen. En welke kant gaan we op? Ik ga eigenlijk altijd hier naar rechts. Terwijl ik deze map eigenlijk vrouwen nooit speel. Maar hij is zo verdand liggend. Oh shit, ik had het niet in de gaten aan mij al zag. Ik zag hem wel. Ik zat niet op te letten. Het begint al goed. Ik zit niet op te letten. What the fuck, waren er al drie mensen overgestoken of spawnt hij daar? Ik denk dat hij ze spawnt. Dat moet daar wel. Raar. Raar, maar waar. Ik heb dan eigenlijk gewoon beter cappen. Oh. Shit, ik heb een AR nodig. Dammit. Zullen we B gewoon pakken of niet? Dat klinkt best wel awkward. Ik weet niet. Oh shit. Fuck, different sense. Come on. Zo is het dat ik dood als C4. Fact. En ik ga je weg, dat is ook een fact. En als teammate, oké. Ik heb een AR nodig, dat is één ding wat ik zoek. Oh, shotgun, ook goed, heel leuk. Wat? Met de silencer? Really? Op zich misschien best slim, want dat ding heeft heel veel range. Zoveel range heeft hij niet nodig, maar ja. Verder rest is hij me slecht. Het enige goede aan de wapen is de range. Die heb ik. Ik heb trouwens nog niks over mijn klas gezegd, maar ja, spreek voor zich, denk MSMC. Als je dat wapen nog niet kent, dan weet ik niet waar ik moet beginnen. Want dan heb je waarschijnlijk geen Call of the Ghost gespeeld. Ghost? Was dat maar. Call of the Black Ops 2 gespeeld. Waar dat Ghost was, maar dat is niet. Even kijken, want er zijn zoveel mensen. Ik weet even niet welke ik als eerste moet killen. Zo stupid. Ik ken alles en iedereen voorbij. Ik ga altijd verkeerd af. Mensen zijn al verder, joh. Ze zijn al ver. Ja, heb ik ook. Snel. Want ze zitten ook in mijn rug. Ik heb tenminste UV. Ik speel trouwens met non-lethal, nog niet gezegd. Maar ja, dat hadden jullie waarschijnlijk wel gezien. Dat is het eerste waar we eigenlijk gelijk op let, natuurlijk. Klas en killstreaks en shit, dat weten de meeste mensen altijd wel. Als ik nou C4 had, hè, wauw. Triple! Wauw. Ik had niet in de gaten dat drie mensen waren. Ik dacht serieus dat er maar twee waren. De ene liep op af en eentje die zat er. Maar ik had het al gelijk double kill. Dus ik, hè. Ook best wel raar. Oppassen als ze hier niet naar binnen komen, alsjeblieft niet. Oh shit, nou heb ik een probleem. Ze gaan waarschijnlijk C cappen. Ik wacht heel even. Ik ren door, want ik heb bijna mijn op, toch? Wauw, die team liep hem echt gewoon strak voorbij. Wow, maar niet uit. Wauw, die kerel had mij kunnen naaien. Ik heb bijna mijn EMP, hoop ik. Kan ook nooit lang duren. Oh, ik wil wel een MP7. Waarom sta ik hier te wachten? Ik kan niet eens cappen. Ik dacht dat ik het cappen was, serieus. No jokes. Gewoon schieten. Zullen van ijs om de kant te gaan, toch? EMP'tje erop. Extra puntjes. Op zich wel handig, als je EMP doet in orbital krijg je extra veel punten per kill die iemand maakt. Omdat je dan punten krijgt omdat ik mijn orbital had en omdat ik ze EMP had. Oh, ik denk hij jat mijn kill. Afblijven. Oh, jezus, ik wil geen live machine guns, dan ben ik zo traag. Zo. De join al gelijk nieuwe mensen, want er waren er alweer een paar geliefd. Zie ik. Wat jammer. You gotta be kidding me! Ik blijf wat lopen. Ik kom even van C af. Want ze zijn er weer bij C. Nou heb ik een probleem. Want dan komen ze hier vandaan, denk ik. Oh, damn. Ik schiet alles mis, man. Hopelijk schiet die teammate. Die staat er langs. Nou is de vraag. Wat doen we? We gaan er gewoon op af. Hopelijk hebben er geen mensen. Perks, waardoor ik ze niet zie. Die hebben ze wel. Ik ga rennen. Hoe heb ik nou op als UV? Ik denk, ik heb wel meer. Want ik had net ook die orbiter en alles. Dus ik denk, ik heb wel puntjes. Nee. Altijd tegen. Ik ga ervan uit dat mijn team is daar fixen en die achter mij in mijn rug. Misschien niet. Waarschijnlijk niet. Kerel loopt er terug. Ik ook. Ik heb bijna mijn orbital. Nou is het de vraag. Wat doe ik? Ik ga springen. Ik spring er vandoor. B is ook nog steeds van ons. We zitten hier constant te triple cap. En dat is op zich goed, want dan winnen we vrijwel zeker. Shit, ik heb bijna mijn orbital. Die wil ik wel graag hebben eigenlijk. Ik ben best lekker bezig, alleen ze hebben triple. Ja,
Wij hebben triple cap, waardoor we niet weten waar ze spawnen. Tot dit moment. En ik wacht heel eventjes met mijn orbital. De reden is dat we nog maar 20 seconden hebben. Dus nou ga ik eventjes terug. Hopelijk word ik niet genaaid. En dan hebben we daar ook mooi orbital. En wie weet komen we in de buurt van mijn prachtige nuclear. Dat zou wel leuk zijn. Dat zou wel leuk zijn. Maar ja, dat weten we niet. Maar we gaan het gewoon proberen. Oh shit. Damn. Nee. Hoe heeft hij mij? Nee. Ik wou zien hoe hij mij had. Dit is zo oneerlijk. Hij is net gejoined. What a motherfucker. Echt. Die kan ik zo slecht tegen. Laat zien. Laat zien. Laat zien. Dat is van een liedje, hè? Laat zien, laat zien, laat zien. Ja, dit is onzin. Moet je zien waar ik gekillt hoor. Maar ik was sowieso gewoon lang binnen. Er is net één iemand die gejoined is waarschijnlijk. 4-on-4. Fuck you. Het zit me nooit mee. Nou, ik heb in ieder geval mijn orbital en mijn EMP. En je moet weten, hè. Het is dat dat ding aanstaat. Anders, jongen, zou ik flippen. Maar ik probeer goed voorbeeld te geven. Dat is altijd belangrijk natuurlijk, hè. Voorbeeldfunctie. Ik vind dat een beetje onzin eigenlijk, voorbeeldfunctie altijd, maar sommige mensen zeggen dat. Wel een klein beetje natuurlijk, maar ik mag zelf weten wat ik eigenlijk doe. Ik ga mijn orbital inkallen, dat ga ik doen. Oh shit, ik dacht dat ik hem dood had. Ik dacht dat ik hem al lang dood had. EMP, ik zweer het je, ik dacht dat. Oh snap. Nou word ik genaaid, ineens van twee kanten en dan spannen twee in mijn rug. Jongens, ik zie mijn score vervagen. Ik zat 20-3, dat is nog gewoon goed, weet je wel. Net als het 20-2, dat was streak mogelijkheid. 20-1 zelfs. Nou ga ik alleen maar dood terwijl ik mijn eigen orbital heb. Ze schieten gewoon op niks. Het gaat helemaal fout. Het gaat helemaal fout. Wat? Ja, dat is ook nog mijn kills. Zo jammer dit. Zo jammer dit. Komt er voorschijn rat. Wat? Hij stond er toch? Ah, dat was iemand anders. Godverdomme. 1, 2, 3, 5. We gaan proberen onze heel streak te verpesten. We zijn wel mee bezig. 21. We stonden 19 om 0. 19-1 was het dan altijd nog. Ah, ik kan het zo. Nou moet ik echt weer even gaan streaken. Als ik nou even wat 20 kills maak zo, dan kan het nog, weet je wel. Maar anders is het echt. Is echt een dikke faal. Sterf. Dan gaan we er gewoon weer vol op af. Want meestal is dan ga je bij het begin op af. En dan merk je dat je op streak zit. Ga je weer voorzichtig spelen. Ik zit constant naar de UV te kijken. Maar ze de hele tijd aan de andere kant spawnen. Dat is super irritant. Dit is echt een faalpotje. Zoveel potentie en uiteindelijk helemaal niks. Zo jammer dit. Nou, het is ook een kort potje. Want we hebben constant triple cap gehad eigenlijk. Dus dat is ook de reden waarom ik zo weinig kills heb. Zie hier nog iemand? Nope. Wauw. Wauw. Ik zat er... Ja, zo close misschien niet. Ik zat er dichtbij. Ik had een mooie streak. Die naar mijn mening genaaid is door... Misschien lag of zo. Ik weet niet. Misschien dat die kerel... op zijn beeld dat ik nog niet achter die muur stond. Dat kon ik niet zien omdat de killcam niet kon zien. Omdat dat de laatste keer was... Die van 237. We hebben dat team echt helemaal kapot gemaakt. We hebben echt enorm lang triple cap gehad. Daardoor is het potje ook kort. En daarom heb ik maar 25 kills. Dus jammer dat het zo geëindigd is. Wel een dikke win. En ja, ik hoop gewoon. Nou vraag ik het serieus gewoon aan jullie. Probeer deze video 1000 likes te halen. Ik wil gewoon kijken of het mogelijk is. Het gaat me verder eens niet om van. Oh, ik wil 1000 likes. Maar het gaat er gewoon om. Kunnen jullie het halen? Want jullie kunnen het. Ik weet het zeker. Dus ik zou zeggen probeer het. En ik ben benieuwd of jullie het kunnen. En dan zie ik jullie waarschijnlijk morgen alweer. Of misschien vanavond nog wel. Ik weet niet. Deze video komt waarschijnlijk toch om... Als deze video om 3 uur online is. Kan het zijn dat ik nog iets anders upload. Ik weet nog niet. Maar in ieder geval dat kan. Dat is altijd met video's. Als ik een dag van tevoren maak. Komen de video's om 3 uur online. Net een beetje moeilijk. Nou met de vakantie ook. Ik kom pas om 2 uur uit bed soms. Dus best wel bad. Maar in ieder geval. Ik blijf wel. Dus fuck dit. Als je het leuk vond. Laat een like achter. En ik zie je de volgende keer weer. Houdoe.